Het is woensdag 27 januari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Eerdmans wil veroordeelden na hun straf niet terug in hun oude wijk. Rotterdam klaar voor 45ste filmfestival. En Thuiszorg Schiedam gaat werken met Google Glass. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Donderdag is een schitterende weerdag in het Rijnmondgebied. De zon schijnt volop, blijft voor de rest overal droog. Temperaturen zijn 8 à 9 graden. Duidelijk minder wind ook dan vandaag. Er waait maar een matige westenwind, een windkracht 3 of 4. Nou, straks tegen het eind van het uur kom ik bij u terug. En dan kijken we alvast stiekem naar het weekend. Tot zometeen. Veroordeelden mogen na het uitzitten van hun straf niet terugkeren in hun oude wijk. Althans, dat wil wethouder Joost Eertmans van Rotterdam. Hij wil daarmee voorkomen dat ex-gedetineerden terugvallen in hun oude gedrag en de wijk daaronder leidt. Een vergaande maatregel die lijkt te stuiten op juridische problemen. Het gaat om zogenoemde high-impact crimes, zoals straatroven, inbraken en mishandelingen, die een stempel op de wijk kunnen drukken. Nou, zo'n wijk wordt echt gedomineerd, hè, door dit soort figuren, want die trekken heel veel mensen aan, jonge mensen aan die ook mee gaan lopen, hè, broertjes, zusjes, we kennen het probleem. En als je zo'n kopstuk, als je die uit de groep kan halen en houden door hem ook in een andere wijk onder te brengen, dan geef je zo'n wijk lucht. Maar of het juridisch zo kan, deze advocaat zegt van niet. Een hele wijk moet worden beschermd. Het kan toch niet zo zijn dat je inderdaad tegen een veroordeelde zegt van ja, je mag nu niet meer op Zuid komen, want als jij op Zuid weer terugkomt, dan glijdt die wijk weer verder af en wordt het allemaal heel erg slecht voor de wijk. Dat lijkt me ook een echt onhaalbare kaart. Moeten er wetten aangepast gaan worden? Er zal zeker een wetswijziging moeten plaatsvinden, wil dit in de praktijk mogelijk worden. Maar ondanks het huidige klimaat, wat je natuurlijk toch wel proeft in de maatschappij, denk ik dat dit voor heel veel partijen echt een brug te ver is. Er zijn gewoon te veel waarborgen, zowel nationaal als internationaal, die zeggen dat kan niet, dit mag niet. Ik klop op elke deur die nodig is. Dat doen we met meer problemen in Rotterdam. We zijn voortrekker nationaal voor, noem die Rotterdamwet en ook andere problemen. Wij zijn niet voor een kleintje vervaard hier in de stad. Dus als het nodig is, klop ik op deuren in Den Haag. En als het nodig is, klop ik op andere deuren. Wij vinden dit een probleem en we gaan kijken hoe ver we komen. Eertmans gaat zijn plannen de komende maanden met politie, het Openbaar Ministerie en de reclassering bespreken. En hoopt eind van dit jaar met maatregelen te komen. Arno Brok is vandaag herbenoemd als burgemeester van Dordrecht. Dat betekent dat Brok gaat beginnen aan zijn tweede termijn van 6 jaar. Een raadscommissie besloot vorig jaar zomer al dat hij door mocht. Zijn herbenoeming was daarom een formaliteit. Brok was vorig jaar gastheer tijdens de allereerste Koningsdag Nieuwe Stijl. Hierover, maar ook over andere hoogte- en dieptepunten, spreken we morgen met burgemeester Brok op de eerste dag van zijn tweede termijn. Bero Beijer, een naam waar we nog aan moeten wennen. Het is de kersverse directeur van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Vanavond is een vuurdoop met de start van de 45ste editie. Beijer ontvangt koningin Maxima bij de première van de openingsfilm Beyond Sleep. Daarna volgen 12 dagen lang meer dan 450 films, waarvan een kwart de wereldpremière beleeft. Bero Beijer oogt vandaag ontspannen, maar ook enigszins hyper. Overal kom je tijgertje tegen, net ook even anders dan voorgaande jaren. Hier op die auto ook bijvoorbeeld. We zijn er gewoon. Hier komt Hage Majesteit aan, dan gaan we hier zo naar binnen toe. Men is bezig. Dit jaar voor het eerst dat we naast alle andere publicaties nog een apart ding hebben gemaakt. Een apart inhoudelijk magazine. Borden vol achtergronden, context, duiding en filmplezier. Ik ben er ook wel helemaal klaar voor. Je bent er ook helemaal klaar voor. Let hier staat welcome please. Kijk, posterwand. Daar gaat het immers om, hè, om al die films die je hier krijgt. Francophonia, ook in de Critics' Choice. The Assassin, Hu Zhaoxian. Prachtige film natuurlijk. Dit is ook leuk, Scopitoon Café. Fotowand, gastenafdeling, persbalies erachter. Ja, allemaal bij een hele sjus. Hello, how are you doing? Welcome. Everything's going. We just welcomed our first team from Taiwan. Hi, Bero. Nice to meet you. Patty. Hi, Patty. Bero. Yeah. Lekker schermpje. Jezus, man. Lekker schermpje. Dit is voor geheime screenings.
als dan kopers, verkopers zeggen, nou, we hebben een film die is misschien nog niet helemaal af. Maar we willen toch wel laten zien aan een select groepje mensen wat dan nog voor thuis komt te zitten. Dan hebben ze hier een speciale screening in het geheim. Moet er nog veel gebeuren voor vanavond? Geen flauw idee. Volgens mij is alles wel redelijk goed op orde. Dus wat dat betreft, we gaan straks doorloop doen. Laten we komen, want het is klaar. Tuurlijk. Succes. Ja, dank je. En zometeen gaat Schiedam op de futuristische tour in de mantelzorg. Wat is er aan de hand, meneer Terlouw? Wat is er nu gebeurd? Nou, we gaan weer beginnen met Henny. Een voormalig dominee uit Oud-Beijerland heeft 3 jaar cel gekregen voor ontucht met een meisje. Volgens de rechter heeft hij haar niet alleen betast, maar ook gemeenschap met haar gehad. De redactie is rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Paul, hoe konden ze eigenlijk bewijzen dat hij ook seks met haar heeft gehad? Nou, dat is in zedenzaken vaak heel lastig. Hè? Het is het ene woord tegen het ander. In dit geval heeft het slachtoffer iets heel slims gedaan. Ze heeft hem opgebeld en dat telefoontje opgenomen. En daarin bevestigt hij ook dat ze met elkaar naar bed waren geweest. Wat zegt hij dan achteraf? Ja, daar bedoelde ik mee die keer dat je een keer tussen mij en mevrouw in bent gekropen, in bed. Nou, de rechter zegt dat is volstrekt ongeloofwaardig. Iedereen weet dat met elkaar naar bed gaan, dat dat seks betekent. En met een sneer erachteraan, kijk maar in de vandalen. Ja, het gaat om een oud dominee. Speelt dat ook nog een rol voor de rechter? Ja, wel degelijk. Kijk, dat meisje ging naar hem toe omdat ze hulp zocht. Ze kwam met het verhaal dat ze was misbruikt door haar stiefopa in het verleden. En daar zat ze natuurlijk heel erg mee. Ze zocht hulp bij hem als hulpverlener, als vertrouwenspersoon, wat een dominee ook is. Ja, de rechter zegt, als je in die situatie, een extra kwetsbaar meisje met zo'n verleden, als je dan ontucht gaat plegen, ja, dat is buitengewoon ernstig. Dat beschadigt ook het ambt van dominee. Dankjewel, Paul Verspeek. De RET heeft op 13 metrostations automaten geplaatst waar reizigers hun lege blikjes en petflessen kunnen inleveren. Een proef van een jaar op de stations Schiedam Centrum en Rotterdam Alexander was een succes. Meer dan 10.000 blikjes en flesjes werden ingeleverd via de automaat. Wie dat doet, draagt bij aan een schone milieu en krijgt daarvoor een beloning. Een korting bij Rotterdamse bedrijven, maar ook kan er worden gekozen voor een donatie aan Diergaarde Blijdorp. In Schiedam hoeft de verpleegkundige niet meer aan huis te komen voor kleinschalige zorg. Hier loopt een proef met Google Glass brillen die mantelzorgers opzetten, waardoor de verpleegkundige op afstand kan meekijken en adviseren. Het echtpaar Terlouw is proefkonijn. Meneer is mantelzorg voor zijn vrouw die een stoma draagt. Mooi, hè? Dit is heel uniek. Dit is een Google Glass bril. Dat is hem. Ik gebruik hem dus om mijn vrouw te verzorgen. U ziet er wel een beetje uit als een professor, hè? De mantelzorger van de verre toekomst. Ja, maar het is echt waanzinnig. Ja, daar ben je. Hey, goedemorgen, Fabienne. Nou, we gaan weer beginnen met Henny. En dan heb je een probleem. Ja, nou, ik heb er niet voor geleerd. Dus gewoon gezegd van, nou, Google Glass, inbellen. En dan zei hij van, joh, kijk eens even met me mee. Wat is er aan de hand, meneer Terlouw? Wat is er nu gebeurd? Lekkage. We kunnen op afstand heel veel dingen meekijken. We kunnen op heel veel afstand ook verpleegtechnische handelingen mee helpen. Nou, dan krijg je dus het advies van, joh, ik zou het zo schoonmaken, ik zou het zo inpakken, ik zou dat... Dat werkt echt goed op afstand. En à la minuut. Ik hoef dus niet te wachten tot er een verpleegkundige beschikbaar is. Is het doel van de zorgorganisatie om de zorg hiermee goedkoper te maken? Op dit moment is het meer om te zorgen dat de mensen die thuis langer thuis blijven wonen, omdat organisaties natuurlijk niet meer op kunnen pakken, kunnen we ervoor zorgen dat die mensen ook echt de juiste professionaliteit thuis kunnen ontvangen. En dat kunnen we dan, hopelijk kunnen we dat heel erg mooi doen met deze. Dus niet om de zorg per se goedkoper te maken, maar om te zorgen dat de professionaliteit op dezelfde manier blijft als zowel in een verpleeghuis als thuis. Heel fijn dat ik de wond heb gezien. Ja, dank u wel meneer Terlouw, zo zie ik het heel goed. Het belangrijkste is dat u er tevreden over bent, dat via die Google Glass bril uw man nou u verzorgt. Ja, ben ik ook. Ben ik ook, want anders is het wat hij zegt, moet ik heel lang wachten en dan, dat is niet fijn. Ja. Komt allemaal goed. Ik ben nu ongeveer een vierde klas zorginstelling. Nou ja, een schijntje maar. Nee, maar ik heb het dus gewoon met steun gewoon volledig nu in beheer. En dat gaat goed. En 10 van deze brillen worden 2 jaar lang als proef gebruikt in de mantel- en thuiszorg in Schiedam. Oh.
Op de redactie staat verslaggever Frank Stout. Frank, het was geen verrassing meer, maar Renato Tapia is vandaag officieel speler van Feyenoord, hè? Ja, hij komt over van FC Twente en hij heeft voor 4,5 jaar getekend in de Kuip. Ja, Feyenoord betaalt ongeveer 2,5 miljoen euro voor de speler die eigenlijk overal wel uit de voeten kan, maar die op het middenveld toch echt het allerbeste is. De inkt onder zijn 4,5 jaar contract in de Kuip is nog niet droog of Renato Tapia staat al de pers te woord. Hij vertelt de clichés over hoe hij zelf altijd al ervan genoot om in de Kuip te spelen. Zoals 2 maanden geleden nog, toen Tapia met Twente werd weggespeeld door Feyenoord. Maar hij is ook trots en blij met zijn zelfgekozen rug nummer 20 bijvoorbeeld. I choose it because I play in Peru in a school with this number. So it remind me a lot of things. So I hope I can do it as good as the school. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst had de international van Peru al langer op het oog. Eigenlijk al voordat hij hem laatst in de Kuip zag spelen. Ja, dat is echt een speler die komt uit Zuid-Amerika. Heeft denk ik wel iets wat hij aan ons kan toevoegen aan het team. En dat is zijn power. Is nog jong, moet nog heel veel leren, maar heeft wel een niveau dat hij al international is. En ja, een speler die ook bij Twente op verschillende posities gespeeld heeft. Is volgens mij links aan de buitenkant begonnen begin van het seizoen op het middenveld en speelt nu achterin. Maar uiteindelijk is het in mijn ogen een middenvelder. Ja, yeah, I really like to play like midfield. I always do, but not always. Yeah, always, but this moment wasn't that good. And if I have to do what I have to do in the team to help him, and then I will do it. Tapia doelt op de laatste wedstrijden toen hij als centrale verdediger niet heel goed speelde. Hij wil gevaarlijk zijn als middenvelder, zoals hij dit seizoen nog niet zo vaak heeft laten zien. Wil je nog wat in het Nederlands zeggen? Nee hoor. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, tot zover het Nederlands van Tapia. Tot slot nog 2 kleine dingetjes. Op onze website Rijnmond.nl kan je naar de hele persconferentie kijken met Giovanni van Bronckhorst. Die was best interessant. Hij zei onder andere dat ze misschien nog wel op zoek gaan naar een nieuwe spits. Nou ja, wie weet. En via die site kan je ook luisteren naar de livestream vanavond. Excelsior PSV met een hele goede verslaggever. Ja, Sinclair Bisschop. Mooi compliment. Dankjewel, Frank Staat. Grote drukte bij de lammetjes van herder Martin Oosthoek aan de noordrand van Rotterdam. De afgelopen weken werden ruim 1200 kleintjes geboren. En allemaal even aaibaar. Vandaag mocht iedereen even op kraamvisite komen. We gaan het water bijvullen. En die wordt nu vol. Als je die... Nee, dit is de lammetjes woensdagen noemen wij die. En hier kunnen alleen de mensen komen die vooraf opgeven. En de lammetjesdag of 6 februari, dan kan iedereen komen zonder op te geven. Mijn lievelingsschaapje, die heb ik eigenlijk nog niet zo. Ik wil niet, het zijn er zoveel. Dat is moeilijk kiezen. Ik zorg dat de lammetjes gaan staan. Ja, dan weet ik of ze gezond zijn, of ze lekker fit zijn. Af. Waar zie je aan dat ze gezond zijn? Ja, ze rekken zich vaak uit of ze gaan gelijk bij de moeder drinken. Gisteren is het 1200ste lammetje geboren. Ja, en hoe de teller nu staat weet ik niet. Dus er zal er een 50 bijgekomen zijn of zo. En tot zover het Rijnmond Nieuws. Na het nieuws in het programma 7 minuten aandacht voor het splinternieuwe Timmerhuis. De opvolger van het historische Stadstimmerhuis waar ooit de wederopbouw van Rotterdam begon. Elke week, of om, laat ik zeggen, elke 10 dagen kwam ik even met de bus en de metro uit Ridderkerk even kijken hoe ver ze waren. Dat heb ik steeds gevolgd. Dus vanaf de bouwput tot aan de opening waar ik dus met mijn vrouw bij geweest ben. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.